van de werknemers van Beton BV en wij komen hier bouwen aan een eerlijk herstel. Wij komen hier om Shell af te breken met een sloopkogel. Hoe wij dat voor ons zien in deze mooie stad van vrede en recht is dit gebouw, het gebouw van Shell Top, weg ermee. Toekomst bouwen, een toekomst na Shell. Kom je mee om even te kijken? Bouwen wij een groot internationaal tribunaal voor klimaatrechtvaardigheid, wat zowel een gerechtshof zal worden om klimaatcriminelen zoals het Shell-bestuur te berechten, maar ook een museum, een plek voor erkenning en herinnering voor al het leed wat is aangedaan door de fossiele industrie en door de klimaatcrisis. Waarbij we zowel de fossiele industrie herinneren, maar ook de opbouw en het begin van de klimaatrechtvaardigheid, zodat we daar ook in de toekomst lessen uit kunnen trekken.